Buurtbewoners plaatsen vanavond een kunstwerk op de plek waar afgelopen weekend een babytje in een vuilcontainer werd gevonden. In Amsterdam Nieuw-West was dat. Veel mensen zijn erg geschrokken door die gebeurtenis, maar ze zijn ook blij dat het meisje het goed maakt. Judith Ploegman heb ik aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij woont vlakbij die plek waar de baby werd gevonden. Hè? Er bestond behoefte blijkbaar in de buurt om speciaal iets te doen voor dit meisje. Ja, om er iets positief van maken is natuurlijk een groot woord. Want als je zo ter wereld komt, is het natuurlijk verschrikkelijk. En dat doet niks, daar kun je niks beter aan maken. Maar wel om er een soort van tegenwicht aan te bieden. Want ze leeft nog, ze maakt het goed. Ja. Ze heeft zichzelf uit de container gered door te blijven huilen. En het is te hopen dat we na deze akelige start, dat er iets moois te wachten staat. En dat we daar misschien ook nog enigszins een bijdrage aan kunnen leveren door iets goeds mee te doen. Ja, wat een mooie gedachte. Is dit echt het gesprek nog steeds in de hele buurt? Ja, het gebeurt volgens mij niet vaak dat er baby's uit de vuilcontainers worden gehaald. En de gedachte is natuurlijk eng dat je. Het had maar zo gekund. Er zijn buren die ook rond die tijd zijn thuisgekomen van feestjes of werk, die haar misschien ook hadden kunnen horen. Ja. Of haar niet hadden kunnen horen. Ja. En misschien als ze haar niet hadden gehoord, dan had ze nooit bestaan. Dan had niemand ooit van haar bestaan afgeweten. Het is zo'n indringende gedachte. Ja. Ja, en dat meisje zit nu in een pleeggezin. Het gaat inderdaad goed met haar. Hebben jullie als buurtbewoners nou enig idee waar ze vandaan is gekomen? Nee, tenminste ik niet. Nee, geen flauw idee. Nee. En hoe kunnen mensen bijdragen aan die plek die jullie daar gaan maken? Nou, wat we bedacht hebben is, we willen daar iets. Er ligt zo'n lelijke betonplaats. Het ziet er een beetje uit als een graf. Nee, dat is het natuurlijk niet. Dus we willen daar iets van maken dat laat zien hoe sterk ze is geweest. Door te blijven huilen en door te blijven leven. Dus we gaan naar een kunstwerk plaatsen die een buurvrouw heeft gemaakt. En dat is een kindje dat uit het niets omhoog klimt. We zijn nog een beetje bezig om dat online te krijgen. Maar als je normaal gesproken een kraambezoek hebt, dan heb je vaak dat je een soort kraamwens achter kan laten voor een kindje. Ja. En nu hebben we in de buurt briefjes rondgedeeld waarop mensen dat kunnen invullen of dat ergens in de buurt in de brievenbus kunnen doen. Maar we willen daar ook graag een online plek voor maken. Okay. Zodat een heleboel mensen kraamwensen voor dit meisje kunnen inleveren, waar we na de hand een boekje van kunnen maken. Ja, ja. Dat is een mooi idee. Maar dat laten jullie ons misschien nog even weten, wat dat online adres wordt. Ja, er is in elk geval een mailadres en er is nog geen online adres. Dat moet nog komen. Mm-hmm. En we zijn heel erg op zoek naar iemand die het zou willen drukken en zou willen vormgeven, zodat het ook echt iets moois wordt. Oké, dus bij deze een oproepje eigenlijk voor iemand die daaraan mee zou willen werken. Hoe kan die? Je hebt een mailadres, zeg je net. Kun je dat even geven? We hebben een mailadres gemaakt. Dat is welkommeisje@gmail.com. Welkommeisje@gmail.com. En ja, dus daar kunnen mensen boodschappen achterlaten, berichten achterlaten. Maar ook wie misschien kan helpen met het drukken, die kan zich daar melden. Ik dank je, Judith, dat je het even wilde vertellen. Oké, dankjewel. Oké, dag.